Luister, morgen begint het. Morgen is het echt. Daar hebben we echt maandenlang hierover gepraat. En zijn jullie eindelijk ook... Jullie gaan nu ook 's nachts kijken en jullie gaan helemaal volgen. Is je gevoel al wat beter uitgekristalliseerd? Heb je al een beetje gevoel wie het wel of niet gaat worden? Nee, ik wil er ook niet... Dat durf ik niet, zou ik maar zeggen. I don't know. Alles kan. Dat moet je altijd erbij zeggen. Ja, dat is heel flauw, maar alles kan. Maar bijvoorbeeld vandaag nog even dan voor de kijker. Erik heeft er al aan gerefereerd. Hij begon vanmorgen in Sarasota, Florida. Toen ging hij naar North Carolina. Toen ging hij naar Pennsylvania, Scranton, vlakbij New Jersey. Toen vloog hij naar de hoofdstad van New Hampshire, Manchester. En toen nog naar Grand Rapids, Michigan. Dat zijn 5 staten op 1 dag. En zij doet hetzelfde. 3 staten, 4 locaties en dan nog met John. Dat is alsof je naar Denemarken gaat, naar Frankrijk, naar Oostenrijk. Alsof je gewoon even heel West-Europa doet op 1 dag. Nou, en dan zie je hoe intensief de strijd weer is en al die swing states. Dus laat het nu er maar van komen. Laat die geboorte nu maar komen. Just please, do it. En dan zijn we er vanaf en dan kunnen we weer eens over iets anders gaan hebben. En Meert, heb jij in die lift toch tegen de Amerikanen gezegd van ik hoop dat... Nee, ik was in die lift bezig met hartkloppingen weg te ademen, want het waren Amerikanen. En ik ben bij best klein, dus ik heb... Nee, maar ik heb hier wel al gezegd dat ik denk dat Hillary Clinton gaat winnen. En volgens mij, Erik Mouthaan had het net over Florida. Daar zijn inmiddels ten opzichte van 4 jaar geleden 3 of 4 miljoen zelfs meer Latino's gaan stemmen dan toen. Onverwacht, allemaal dus bij die... Eerdere, hè, dus die hebben allemaal nu al hun stem uitgebracht. Ja, dat lijkt me toch een indicatie dat Florida... Hij moet, zeg maar... Nee, ik denk dat Hillary gaat winnen. Minder hoogopgeleide blanken, daar moet hij het verlies in andere groepen mee goedmaken. Met Latino's, met zwarten, we delen het in Amerika allemaal op in buisjes, zou ik maar zeggen. En zij moet natuurlijk inderdaad onder andere hebben van Latino's. En dan kan ze, en zij heeft meer paden naar de 270, dat is het minimum aantal kiesmannen dat je moet hebben, dan hij, dat zei Erik al heel terecht. Hij mag eigenlijk geen fout maken. Niet dat hij aan zet is morgen, het is afgelopen, maar hij mag geen enkele staat verspelen, anders dan wordt het meteen heel precair. Erik Mouthaan, morgen is ook voor jou die idee na al die maanden volgen van Hillary Clinton en Donald Trump. Hoe ziet jouw verkiezingsdag eigenlijk eruit? Die is nu al begonnen. Ik geloof niet dat die ooit ophoudt. We gaan de hele tijd door met die kaart, met die graphics, die staat in de gaten houden. En dan morgenavond spreek ik jou natuurlijk. En daarna gaan we door naar het late nieuws en een extra uitzending om vanaf 4 uur 's ochtends op woensdag met alle uitslagen. En nog even terug te komen. Ik denk dat van belang is dat Hillary Clinton er beter voor staat als het gaat zoals het normaal gaat. Maar dit is een heel ongebruikelijk verkiezingsjaar. Het feit dat Donald Trump de nominatie van de Republikeinse Partij wist erover deed, iedereen versteld staat. En hij zegt, ik zal nu ook weer met een verrassing komen. Hij zegt, er zijn miljoenen kiezers die normaal niet opkomen dagen, die gaan nu wel opkomen dagen. Niemand heeft bewijs dat het gaat gebeuren. Maar als ik met Amerikanen spreek, zeggen ze, nou ja, wat jullie hadden met de Brexit, dat je versteld stond, dat ga je ook hiermee maken. Dus ik vind het echt moeilijk te voorspellen. Dankjewel, alle 3. Dank je. Tot morgen.